Hallo iedereen en welkom op mijn kanaal en vandaag gaan we, zoals u ziet, Need for Speed Shift spelen. Dit is heel lang geleden, dus ik ga er waarschijnlijk niet veel van terecht brengen. Maar eerst gaan we kijken in de instellingen hoe de gameplay staat. We gaan op moeilijk zetten, normaal, stuurhulp laag, remhulp uit, ABS natuurlijk aan, tractieregeling uit, nou dan laten we dat uit. Stabiliteitsregeling aan, schade-effect zichtbaar of volledig, volledig natuurlijk. En versnellingen automaat, anders is het juist iets te moeilijk. Oké, dat staat goed, dan gaan we een snelle race nemen. En we gaan het niet te lang maken. Wacht, ik ga eerst eens zien welk... Ik had één in gedachten, maar ik weet, deze was het, ja. We gaan 4 rondes doen en dezelfde klasse in het middaguur, want niks is schoner als de stralende zon in de lucht. En we gaan er vandaag een Amerikaans raceje van maken met... Wat heb ik hier nog? Oh, dat is een mooie. Met een Challenger. En deze duurt meestal altijd lang om te laden. Dus gaan we even wachten. Ik zou zeggen, ik zing ondertussen een liedje, maar dat gaan we maar niet doen, want dan gaat iedereen deze filmpje afzetten. En dat is niet de bedoeling. Het is nu heel lang geleden, dus... Ik denk niet dat ik eerste ga worden. Maar we doen ons best. We doen ons best. En, oh, kijk eens, wat een bak. Oh, American Muscle Car. En we gaan voor pro, natuurlijk. Dus ik zet mij gewoon in de cockpit. Oh, dat is er al klaar. En we zijn weg. Oh. Te laat geremd. Maar dat komt goed, dat komt goed. Ik voel het. Kom aan de kant, jij. Oh, mooi interieur eigenlijk, als je dat zo beziet. Hè. Zo oldschool. Hout. Mooie notenlaag, houten afwerking. Dat was optie. Ja, als ik een auto koop, dan moet altijd full option zijn. Alleen airco heb ik hier niet, dat vind ik wel spijtig. En servo ook niet. Oh, ja. Ah ja, hier komt zo een verraderlijke chicaan. Daar ga ik vlotjes door, je gaat dat zien. Ik ben al een beetje afremmen. Wow. Zie een keer, we pro. En nu gaan we driften, hè. Vlotjes. Ziet een keer. En dat is onze eerste ronde. Ah ja, dat is te laat. Ah, blutsen. Mijn carrossier heeft werk. Houd de mastiek maar boven. Come on, geef gaas. Met een os. Heb ik geen os. Remmen. Draaien. Oh, ho, ho, ho. Wat is er voor met een Volvo?
Nee, naar Leon. My Leon. Oh, kom niet goed. Kom niet goed. Oh, oeh. Ah. Shit. Oh nee, mijn kapot. Dat was even een misinschatting van van mij. Ja. Oh. Malle. Hoeveelste ben ik? Waar kan ik dat zien? Zo. Zevende. Dat is niet goed. Niet goed. Oh, die draait ook niet goed, hè. Derde ronde. De zevende positie. Draai! Nee, jij blijft achter. Die moet terug achter mij. Willen of niet? Moet. Draai! Dat is bij die servo, hè? Ik heb geen servo. Wat een toerenteller. Oh la 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 la. Ja, nu zie ik veel. Ha. Oh. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Oh, zie, ik heb chromé stukken in mijn motor. Gebeurt wat er wilt, maar die achter mij komen niet voor. Dat laat ik niet toe. Ai, nee, het werd te laat geremd. Nee. Goed. Perfect. Met driften. Kom, de top 10 voor de eerste keer is goed, hè. Met zo'n auto mag dat door de vingers gezien worden. Oh, kijk daar. Nee, zie, dan duwen ze mij hier. Maar jongens. Ah, ze smeerlappen. Ja, nu ben ik ze. Oh, drift nog maar even. Allee. Wat een einde. Hoeveelste ben ik nu? 15e. Jongens. Goed. Deze eerste race was niet zo goed. Maar het was leuk. Goed, mensen. Ik ga het hiermee laten. Ik zie jullie bij de volgende video. Bye.